gaat eigenlijk super goed met ons en met Bel. Ik moet zeggen, ik ga het steeds leuker vinden om haar helemaal meisjesachtig aan te kleden. Je mooie blauwe ogen. We zijn helemaal uit. Nou, schatje. Ze worden geserveerd zonder het bordje. Lekker. Lekker. Fossie. We zijn inmiddels weer beland bij de spa-cijfer. Pietje gedaan. Want die vrouwen wel heel veel van zomers eten. Dat was het. Ja, het lijkt net op een eidoner. En we gaan Lilifama inkopen. Helemaal leuk. Ik zie nu al echt veel te veel. Hallo en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag, welke dag is vandaag? Dinsdag. En Daan en ik, Daan is daar, die heeft net zijn haar gedaan. Daan en ik, die gaan met Bel leuk op stap. We gaan de hondjes zo wegbrengen naar Samantha en Ruben. Die willen even oppassen, want wij gaan even leuk naar Amsterdam. En Bel ligt nu nog te slapen. Ik heb haar flesje net al gemaakt. Zij moet elk moment, gaat ze denk ik een beetje wakker worden. En dan ga ik haar flesje geven. En dan gaan we leuk in de auto naar Amsterdam. Ik weet niet of het droog blijft. Ik hoop van wel. Maar ja, we willen eigenlijk even... We gaan eerst ergens wat lunchen. Dan willen we eigenlijk even wandelen bij het Vondelpark. En dan een beetje kijken bij leuk bij winkeltjes. Een beetje ook voor Bel, voor kinderkleertjes kijken. Vind ik ook gewoon heel erg leuk. En, maar ja, ik ben benieuwd dus of het droog blijft. Maar dat gaan we allemaal zien. En het fijne is dat ik vanmiddag om 5 uur en vanavond om 7 uur... heb ik een massage geboekt voor mij en Daan bij Spa Zuiver. Dus dat is wel echt heel erg lekker. Even kijken wie er eerst gaat, want we hebben natuurlijk Bel en we gaan om en om. Tussendoor hebben we dan een uurtje speling. En dan wil ik eigenlijk gewoon daar in de buurt even bij een krancafé gaan zitten. En dat een van ons dan gewoon weggaat en daarna weer terugkomt. We gaan het even anders doen dan anders, maar we gaan gewoon even om en om. En het is helemaal niet erg, maar ik zit helemaal vast. En hier zit ik helemaal vast. Ook onder mijn rug zit ik helemaal vast. Dus ik vind het wel even lekker om te gaan. En Daan, die zat volgens mij ook wel ergens goed vast. Dus we gaan lekker een gezellig dagje van maken. En het is fijn dat we de hondjes even kunnen wegbrengen. Want anders hadden we eerst weer terug naar huis moeten rijden. Om de hondjes naar thuis af te zetten en dan naar de massage te gaan. Maar ja, een massage is natuurlijk ook in Amsterdam. En hoe graag ik de hondjes ook meeneem naar het Vondelpark, was het nu even niet handig. Ik draag vandaag, ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik draag vandaag, even het licht aanzetten hier. Ik draag vandaag de Spitpants jeans van de winkel. Met het not t-shirtje van Reiners erop. Die je leuk kan knopen hier met schoudervulling. En ik hou onwijs van schoudervulling. Sta je meteen mooi rechtop, vind ik. Ik vind het gewoon heel leuk. Dit is mijn outfitje vandaag. En ik ga nu even schoentjes voor erbij pakken. Nou, hier zijn al onze schoenen altijd. Ik denk dat ik nu deze aandoe. Het zitten gewoon heel lekker, die loafers. En ik ben natuurlijk een zwarte outfit. En een zwart tasje. Dus dan vind ik dat wel gewoon makkelijk en leuk erbij. Ik heb ook mijn chill outfitje mee. Voor na de massage. Lekkere Reiners sweater met die mooie flare broek erbij. Want ik vind het heerlijk om na de massage zoiets aan te doen. In plaats van zo'n spijkerbroek. Deze prinses ligt nog diep in slaap. Het is een schattig, hè. Oh, kijk dan, ze heeft een beetje van die stuiptrekkingjes. Ze is zo lief. Dus dit is mijn outfit voor vandaag. Helemaal leuk, al zeg ik het zelf. En als ik het koud krijg, kan ik altijd nog die trui aandoen die daar ligt. Daan, jij hebt het tas op elkaar gezet? Onze fijne thermoskan. Ik denk dat de hondjes naar zo'n andere ding doen. Ja, dat is wel een goeie. Ja, en ik was net naar de nagels geweest en ik had geen geld bij me. Dus ik moest dat ook nog langsbrengen. Dus als je dat ook wil doen. Als jij dan dat rondje doet, dan ben ik inderdaad daarna klaar met baby. Even kijken, deze kan in de was. Twee flesjes mee. We hebben altijd twee van die torentjes bij ons. En altijd twee flesjes als we dus een heel dagje weggaan. En dan deze thermoskan met warm water. Ik heb altijd twee pakjes bij me voor Bel. En altijd een hydrofiel, één of twee. Ik ga er nu eigenlijk nog één pakken, want we gaan een heel dagje soort van de deur uit. Ik heb nu schattig deze.
van Livia over, tenminste van Marie gekregen van Livia. Dit is vet schattig, dat broekje met zo'n kontzakje. Dus dit is het pakje wat ik nu mee heb voor de zekerheid vandaag. Ik heb hier twee rompertjes. Deze moest nog in de was van gisteren. Dus ik ga nog even een nieuw pakje pakken en een hydrofiel. En dan heb ik deze, super makkelijk, van Jim en Chrissy gekregen in het begin. En hier doen we altijd onze doekjes in aan de ene kant en luiers aan de andere kant. En dan kijk ik ook altijd even of ik er genoeg mee heb. Nou, het zijn er drie, dus ik pak er nog wel even drie bij voor de zekerheid. Gaan jullie leuk naar Samantha en Ruben? Kijken goed kan, maar gaat echt niet normaal. Dat is... Oké, ik zie je dan zo. Heb je hun bandjes mee? Nee, ik heb één paar bandjes. Ik weet niet hoe die andere is. Oh, oké. Ja, dat hoop ik, want die moeten we wel mee hebben. Kan papa geen mee? Ga maar. Ga maar met papa mee. Oh, kijk, deze kleintje wordt wakker. Hé. Hey. Hi, lieve schatje. Wat heb je nou, hè? Gaan we even lekker rustig wakker worden. Ja. Ga je meteen lachen? Ja, het is ook niet leuk zo'n camera op je hoofd, hè, als je net wakker wordt. Zij kan nog niet draaien, jongens. En ze ligt tussen de stoelen, dus opmerking over eng op tafel laten liggen, dat is allemaal niet nodig. Ik ga even hydrofiel pakken. En nog wat luiers, hup. En nog een pakje. Nou, ik heb hier alle pakjes. Dus ik denk dat ik deze nu wel weer een keer leuk vind. Weet je, dat soort van gebreide, schattige, witte pakje. En ik heb heel veel keus. Maar ik neem nu deze gewoon mee. En dan ga ik lekker naar mijn lieve... Oh ja, die andere moet ik nog in de was doen. Hup. Die wasmand zit goed vol. Nou, dan doe ik het in de tas. Is dat ook weer gedaan? Oh, die luiers moeten nog wel even hierin. Zit je weer te lachen? Zit je weer te lachen? Deze schat wordt gewoon altijd lachend wakker, hè? Oh, mijn liefde. Wat heb je nu ook weer voor schattigs aan? Laat eens zien aan iedereen. Oh, dat is snoezig. En een heel snoezig topje erbij. Dat is leuk. Gaat mama jou even de fles geven? Nou, die nog even erin doen. Ik zag trouwens dat die doekjes een beetje dun waren. Dus misschien zit er nog heel weinig in. Nou, dat valt wel mee. Daar kunnen we wel mee redden vandaag, hè? Wij gaan vandaag wat leuks doen. Wij gaan vandaag wat leuks doen, Bel. We zijn een keertje vrij. Ja, ga ik er even pakken. We zijn vandaag vrij. Zet ik jullie alvast hier zo neer. En jij ziet hem meteen. Jij ziet hem meteen. Oh, je hebt honger. Oh, I love you so. I love you so. And I want you to know. Nou, ik zei al, ik dacht dat zij zo zou wakker worden. En dat het dan precies goed uit zou komen als we weg zouden gaan. Oh. Kijk, daar laat de foto's zien. Heeft die Gamba net zo meegenomen in de tas. Oh. Lieve Gamba. Kijk. Oh. Hoppakeetje. Lekker flesje. Lekker flesje. Mama had net je haar al gedaan, maar dat kan ik wel weer opnieuw gaan doen. Jouw haar, dat is niet normaal. Ze heeft nu korte mouwen, zoals jullie zien. Ik dacht eigenlijk dat het wat mooier weer zou zijn vandaag. Maar het is echt gewoon best wel koud. Dus ik ga zo meteen ook even jouw jasje aandoen die hierbij hoort. Heel schattig jasje. Dus die doe ik dan ook even aan met Bel. Oh, het gaat eigenlijk super goed met ons en met Bel. Ik zal even kort toelichten hoe het gaat. Dat vind ik altijd wel leuk volgens mij. Ze slaapt nog steeds door. Dus even eerst haar slaapritme. Dat had ik veel vragen naar gekregen. Hoe slaapt Bel? Nou, de slaapritme is eigenlijk... Zij gaat om 9 of 10 uur. En soms 11 uur naar bed. Het ligt er een beetje aan wanneer wij thuis komen.
Dan, het ligt er ook aan wanneer we het laatste flesje geven. Dus stel ik geef gisteren het laatste flesje om 9 uur. Dan ben ik elke keer aan het proberen om wat eerder te geven natuurlijk. Dus ik gaf hem gisteren om 9 uur. En dan valt ze eigenlijk wel om 10 uur in slaap. Dan leg ik haar ook om 10 uur gewoon in haar bedje neer. En dan valt ze daarin in slaap. Eigenlijk wil ze altijd een uur na de voeding slapen. Dat is echt, daar kan ik echt een klok op zetten. Ze wil altijd een uur gewoon erna slapen. Dus stel, ik geef zoals gisteravond het flesje om 9 uur. Dan leg ik haar om 10 uur in bed. En dat doen we lekker boven, lekker heel ritueeltje. Ga ik ze lekker eerst bij mij op bed knuffelen. En dan haar verschonen, haar pyjamaatje aan. Lekker nog even een beetje de nekjes soms schoonmaken door die plooitjes. En dan gaat ze lekker haar bedje in. En dan gisteren viel ze dus echt meteen in slaap. En soms kan het ook nog wel eens zijn dat zij een kwartiertje een beetje aan het rommelen is. En dat ik elke keer er speentje in moet doen. Want er speentje is echt er alles als ze gaat slapen. En dan, dat ze dan op een gegeven moment ook gewoon in slaap valt. Ze slaapt in een pyjamaatje of een rompertje. En soms met de laatste, nou ja, bijvoorbeeld zoals vorige week, die hele warme nachten, gewoon geen rompertje, alleen met haar luier in haar slaapzak. Het ligt gewoon aan hoe warm het is, in wat voor dingetjes ze slaapt. En vannacht sliep ze weer lekker in een pyjamaatje met lange mouwen en lange, hoe heet het, lange, ja, beentjes, om het zo maar te zeggen. Maar dat ligt er dus aan en dan doen we er in een slaapzak van, dat merk heet Pukka Baby. En daar, die slaapzak gebruik ik. Dan kan ze zelf gewoon nog bewegen. In die slaapzak beweegt ze gewoon. Dus dat is fijn. Dus ze ligt niet helemaal ingebakerd, om het zomaar te zeggen, met haar armpjes ook. Maar ze kan gewoon goed bewegen in die slaapzak. Alleen, haar armpjes kunnen niet naar haar hoofdje. En dat vinden wij heel belangrijk. Want anders maakt ze zichzelf constant wakker. En dan slaapt ze eigenlijk gewoon helemaal door, jongens. En dat doet ze al 2 maanden lang. Gisteren was ze 4 maanden. Ze slaapt al 2 maanden lang door. En eerst moest ik elke keer een speentje rond bepaalde tijden in doen en weer goed doen. En dat was meestal rond 4 uur en 6 uur. En nu heb ik dat 1 keer nog maar in de nacht, denk ik. Dat ze ervoor komt om een speentje, dat ik een speentje moet indoen. En dan wordt ze rond 8 uur wakker, 8:30. En vanochtend zelfs, of gisteren zelfs 9 uur. En vanochtend 8:30. Krijgt ze meteen een flesje van 150 milliliter. En in de avond krijgt ze ook 150 en overdag krijgt ze 3 keer 120. Dus dat is nu haar eetpatroon. En sinds gisteren heeft ze haar eerste hapje gekregen. De eerste hapje was super leuk. En vandaag als ik haar een hapje ga geven, dan doe ik dat even wel filmen voor jullie. Maar ik zit dus nu te denken, we gaan natuurlijk vandaag weg. En ik denk dat ik dan voor vandaag een makkelijk hapje haal. Dat ik dat, als we dan ergens aan het eten zijn, dat ik dat kan geven aan haar. En dan moet ik nog even op brainstormen welke dat dan moet zijn. Mijn zusjes gebruiken ook goeie. Maar dan moet ik dat nog even gaan halen zometeen bij de supermarkt. En het zijn natuurlijk gewoon puur nog oefenhapjes. Zodat ze leert te eten. En het was heel leuk om te zien gisteren. Het is echt zo grappig. We begonnen met wortel. En dat wortel vond ze gewoon lekker, maar het was natuurlijk de allereerste keer. En we waren heel erg benieuwd hoe ze ging reageren, maar ze deed een beetje met haar tong. Deed ze zo naar buiten elke keer. En dat betekent niet dat ze het niet lekker vindt, maar dat ze gewoon nog moet leren hoe het moet. En daarvoor moet je het elke dag even oefenen. En dat gaat hartstikke, nou, het ging gisteren hartstikke goed voor de eerste keer. Dus dat willen we straks ook weer gaan doen. Ik denk dat ik dat dan lekker ga doen als ik bij Spa Cijfers zit, als Daan bij de massage zit. En als ik op hem aan het wachten ben, dat ik dan daar gewoon lekker een hapje geef in een wachtkamer. Of ik ben heel makkelijk, dus ik zie wel waar ik dat dan doe. En anders doe ik het morgen een paar keer meer. Ja, mijn nageltjes moeten we zo echt even doen. Dus dat is haar slaap- en eetritme. Die hapjes, dat is nog niet echt met regelmaat. Dat is maar de tweede dag nu pas dat het kan. En eigenlijk, nu ik dit aan het filmen was, dacht ik, oh ja, shit. Ze kan natuurlijk hapjes krijgen. Hoe gaan we het dan doen? Dus ik denk dat ik het dus zo even wat makkelijks haal. En voor de rest doet ze het heel goed. Overdag slaapt zij tussen de voedingen nog, tussen alle voedingen nog. Dus zij slaapt best wel veel. In de avond is ze meestal ietsje meer wakker. Maar over het algemeen slaapt Bel nog heel veel. Elke keer een uur na de voeding wil ze echt wel slapen. En zij is een hele makkelijke slaper. Dus daar hebben wij heel erg geluk mee. Dat doen we of in de autostoel, zeg maar. In de kinderwagen. En dat had ik aan jullie uitgelegd vorige keer. Die Cybex autostoel kan je uitklappen tot een bedje. Dus daar mag ze gewoon zo lang in liggen als ze wilt.
Of zij slaapt in een sleepy head. In een nacht slaapt ze trouwens de hele nacht in haar bedje. Met een slaapzakje en dan daar overheen een dekentje. Maar dan gewoon zo'n linnen dekentje. Dus helemaal niet een warm iets. Zodat ze niet kan bewegen. Dus niet elke keer haar been omhoog gaat. En overdag dus in haar sleepy head. Of in haar bedje hier beneden. Of in de kinderwagen. En ze is een hele makkelijke slaper. Ze slaapt zelfs gewoon op de bank. Als ik haar op de bank neerleg. Lekker in een dekentje. Dan slaapt ze ook hartstikke goed. Maar dan ben ik er natuurlijk altijd wel bij. Maar het is een heel lief babytje. Ze is hartstikke schattig. We zijn natuurlijk helemaal verliefd op haar. Ze krijgt steeds langere haartjes, zoals jullie zien. En ze is heel zoet gewoon. Dus wij hebben echt geen klaag met onze lieve Bel. Het is heel makkelijk. Ze huilt eigenlijk nooit. En ze lacht alleen maar. Dus wij zijn helemaal totally in love. Ik hoop dat je het leuk vond dat ik even weer een update gaf over hoe het gaat nu met haar. Hoe het met mij gaat, nog een beetje hetzelfde als vorige week. Heel erg licht in mijn hoofd. Heel vaak heel duizelig. Dus ja, dat is dan wel jammer. Maar ja, niks aan te doen. En de dingen die ik ervoor doe, die doe ik allemaal al. Dus ik vind jullie tips allemaal lief. Maar ik doe echt alles al wat ik ervoor kan doen. En ik probeer iets minder te werken. Zoals deze week, dus nu vandaag en morgen vrij. De dinsdag en woensdag. Donderdag ga ik weer werken. Vrijdag gaat Daan weer werken. Zaterdag ga ik weer werken. En dan heb ik 3 dagen gewerkt deze week. Dus dan is het nog wel oké in te doen. En verder doe ik altijd wel Insta zelf. Heel veel. Dus ben ik altijd wel met werk bezig. En kan ik natuurlijk gebeld worden. En noem het allemaal op. Je hebt gewoon een eigen zaak. Dus het is nooit dat je niet aan het werk bent. Je bent altijd wel een beetje ermee bezig. En je moet altijd bereikbaar blijven. Dus. Kijk. Dat doet ze wel altijd trouwens. Elke keer als ze na een flesje. Dan moet ik soms meteen het licht eraan. Even het speentje geven. En dan is het gewoon goed. Maar. Heb je lekker gegeten? Ja, hè? Ze kletst ook heel veel trouwens. Ik vind de stap van 3 naar 4 maanden heel groot. Je merkt ook aan mij dat ik gewoon van hak op de tak spring. Sorry daarvoor. Maar dat hoort er dus ook nog een beetje bij, denk ik. Maar het gaat allemaal goed. En we zijn allemaal heel blij met haar. Ja. Ik heb gewoon zin als we zo in Amsterdam zijn. Dat ik gewoon voor haar kan shoppen. En niet eens voor mezelf. Maar gewoon voor haar leuke dingen kan vinden. Ik vind het zo leuk. Ik vind het steeds leuker om haar heel leuk aan te kleden. Eerst was ik super makkelijk. En nu vind ik het gewoon echt belangrijk. We gaan zo meteen je mooie schoentjes ook aandoen. En je mooie jasje. En dan gaan we lekker erop uit. Nou, ik ben alweer veel te lang aan het kletsen, dus ik zie jullie zo meteen wel weer. Zo, Belly heeft lekker gegeten. En ik ga haar nu verschonen. En ik dacht, laat ik dat ook even met jullie doen. Dat jullie eigenlijk een soort van een beetje erbij zijn. Zo, het licht aanzetten. Hier laat ik wel natuurlijk totaal niet alleen als ik haar aan het verschonen ben. Kijk er nou. Kijk er nou. Je hebt lekker gegeten, hè? Ben je zo'n vrolijk meisje? Zij gaat steeds meer brabbelen. Zij is zo lief, jongens. Echt niet te doen. Echt zo schatje is het. Ja. Ja. Gaan we even verschonen. Hier laat ik haar natuurlijk nooit alleen liggen. Dat is veel te eng. Zo, en dan gaan we haar zo meteen even een jasje aandoen. Maar eerst een nieuwe luier. Ik heb momenteel nog... 3 maanden, maat 3 maanden. Nou, dat is, ik weet niet of dat een 3 maanden maat is, maar ik bedoel luier 3. Ik denk wel dat het 3 maanden is. En zij vindt verschonen ook nooit erg. Dat is eigenlijk het momentje dat we heel veel met elkaar kletsen, hè? Soms staan we hier wel een half uur en dan zijn we alleen maar met elkaar aan het kletsen. Ja. Als het wel licht, dan gaat ze altijd veel kletsen.
Met je mooie wimpers. Gaan we lekker ergens lunchen? Nou, Dani was natuurlijk al eerst de hondjes wegbrengen, tanken en nog mijn nagels betalen. En die belde net dat hij alweer hierheen onderweg is. En het is nu 12:30, dus het komt perfect uit dat hij ons zo meteen ophaalt. En zij vindt het in de auto, zoals heel veel kindjes, heerlijk. Want dan valt ze best wel snel in slaap. En dat kan dan ook wel weer eerder dan een uur zijn. Als ze auto rijden of kinderwagen. Ja. Zo, even kijken waar jouw mooie jasje is. Want we hebben een heel mooi jasje gekregen van Marie, die van Livia geweest is. Dat is deze. Die is natuurlijk super mooi. En ik denk niet te wadden. Gaan we eens kijken of je die mooie past. Oh, die past je wel. Maar wat we doen, dan weet ik dat tenminste dat je die past. Maar wat we doen, is ik ga even het jasje aandoen die bij dit setje hoort. Want dat vind ik dan toch even leuker. Ook met dat stippeltje een beetje erin. Dat vind ik dan leuker. Ja, dat past wat beter bij je outfit vandaag. En ja, dit is misschien wel leuk om te filmen. Hoe ik die aandoe. Kijk, zet ik hem gewoon even hier neer. Ik doe zeg maar... Oh, I love you so. Zo vrolijk. Ik doe altijd eerst de armpjes zo. Dat ik hem meteen over het handje kan doen. En dan trek je hem uit. En dan doe ik eigenlijk dit eronder door. Dat is wel heel makkelijk. Want dan kan je het gewoon weer aan de andere kant pakken. En dat heb ik eigenlijk geleerd van onze kraamhulp. Dat is super makkelijk. Want dan kan je hem vanaf hier, hoeft het niet over haar hoofdje, weer aandoen. Ja. Hoppakee. Het jasje is maat 74. Dus het is een beetje te groot. Maar ik vind te groot leuker dan te klein. Natuurlijk. En op maat vind ik soms ook niet helemaal leuk. Want het lijkt me helemaal niet lekker zitten. Want soms zitten die bandjes van de broekjes echt al best wel strak. En deze zit nu gewoon, ook al is de 74. Ik heb hem even omgeslagen. Ja, hij zit wat ruim. Maar dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En je kan deze nog heel lang aan. Kijk, dit past perfect bij haar broekjes. Zien jullie dat? Nou, wat nu alleen nog mist zijn mooie sokjes of schoentjes. Ja, haartjes, dat kan ik blijven doen, maar dat blijft bij jou nooit echt zitten, hè? Nee, ook al heb ik die gel, dat blijft niet echt zitten bij jou. Zo, mooie baby. Mooie baby. Lievertje. Lievertje. Nou, alleen nog mooie sokjes of schoentjes. En die heb ik dan hier. Zo, dan gaan we die even hierbij aandoen, want het past wel een beetje bij je thema van vandaag. Kijk hoe cute. Ik dacht, jij bent aan het spugen. Je maakt zo'n gek geluidje. Maar het is niet zo. Kijk, dit is wel heel cute. Je bent helemaal meisjesachtig vandaag, Bel. Ik heb die andere... Oh, hier. Ik heb het toch ook gepakt. Oh, het ziet er mooi uit. Net een prinses. Marie is heel erg van de strikken. En ik was nooit echt heel erg van de strikken. Maar ik moet zeggen, ik ga het steeds leuker vinden om haar helemaal meisjesachtig aan te kleden. En het shirtje eronder, die had ik dus net laten zien in jullie, heeft ook weer een strikje. Dit laat ik lekker open. Dan gaan we jou in de autostoel neerzetten. Gaan we dat ook even filmen? Ja! Gaan we dat ook even filmen? Maar we moeten niet vergeten, die hebben we van mama gekregen. Van mijn mama. Om lekker een zwitselparfumetje op te doen, hè. Kijk, dat doe ik altijd op de kleding zo. Oh, ik deed het per ongeluk op je handje. Thuis. Moet ook niet filmen en dat doen tegelijk, hè. Zo.
Zo. Dat is wel lekker. Dat doen we altijd ook op. Dan gaan we nu naar de autostoel. Gaan we jou in de autostoel zetten. Het wordt steeds kouder buiten, lijkt wel, joh. Maar ja. Zo. Dat zit lekker, zeg. En dan check ik altijd even alles lekker. Het truitje aan de achterkant, zeg maar. Of die ook lekker zit en goed zit. Nou, capuchonnetje is denk ik een beetje te warm. Doen we ook lekker naar beneden. Zo. En nu is je pluk alweer omhoog. Het is ongelofelijk. Is je plukje alweer omhoog? Ja, ga je lachen. Weet je wat? Ook ik twijfel wel eens. Want ik vind het soms wel moeilijk, hè? Heeft je kindje het nou te warm of te koud? Maar dat hou ik wel goed in de gaten. Ik doe hem anders wel een beetje zo achter haar hoofdje. Het is wel lekker voor nu, want ik zie, het wordt heel donker buiten. En dat vind ik het makkelijke aan haar outfitje nu. Je kan gewoon het jasje uitdoen en dan is het gewoon prima als het te warm heeft. Ik hou wel van laagjes. Want dan kan je altijd gewoon even wat uitdoen of aandoen. Voor als je dus twijfelt of wat dan ook, is dat wel makkelijk. Ja. Vastklikken. Dan gaan we jou even laten zien hoe leuk jij bent. Gaan we jou eens laten zien hoe leuk jij bent. Je mooie blauwe ogen. Kijk. Zo, ik doe hem niet helemaal dicht, want dat zit helemaal niet lekker. Maar ik denk dat dit heerlijk zit. Ja, en dan met je mooie schoentjes. Dan pakken we nog een kleedje. Ja, voor de zekerheid. Neem ik dan in dezelfde kleur zo'n outfitje mee. En dat is dan toevallig vandaag roze. En er staat haar naam in. En dan ben je eigenlijk helemaal klaar voor. Ja, want de tas is ook klaar. Mama is klaar. We zijn allemaal klaar. En het is dat mama naar de nagels moest. Dat we nu wat later zijn. Maar dat is ook niet erg. Hè? Ik ga nu lekker afwas naar beneden, want dame is al onderweg. Deze gaat weer even in de box. Meestal leggen we haar ook in de box neer hoor, als ze slaapt. Ja, meestal lig jij dan even in de box in de sleepbed. Ja, zo. Kijk, nu ze hierin zit, dan kan mama even snel plassen. De eigen tasje pakken, je kent het wel. Hatsjoe! Deze leg ik weer even op de plek waar hij hoort. Huppakee. En dan ga ik naar papi toe. Tot zo. Kijk dan, zit alweer omhoog. We zijn inmiddels in Amsterdam aangekomen. In de mooiste wijk van Amsterdam, vinden wij. Achter het Vondelpark. En we reden net langs Ron Gastrobar. En toen zei ik, daar wil ik lunchen. Want daar wil ik al zo lang naartoe. He, jij ook toch? We hebben dat programma gekeken waar Ron Blauw dan ook aan meedeed met dat Snackmasters. En toen zagen we dit elke keer voorbij komen en ik wilde er al zo lang eigenlijk heen dat we er nu naartoe gaan. Drukke Amsterdam, gaan we lekker daar lunchen. Het ziet er echt super mooi uit als je vanaf hier kijkt. Echt zo leuk. Ben benieuwd. We zijn helemaal uit. Proost schatje. Het is hier echt super mooi. Ze worden geserveerd zonder het bordje. Lekker. Lekker. Boneless ribs. Ja. Ja? Met krokante zuurkool, de witte crème is van Mirikswortel. Oké, lekker. De sliptong is lekker opgerold. De taart is gemaakt van tempura, daaromheen beurre blanc. Ziet er lekker uit. Aan deze zijde hebben we lekker een mooie tartelet. Kingfish. Van kingfish hebben we lekker yellowtail tonijn. Met yuzu tapioca verse radijs. En een mooi luchtig krokantje met steak tartaar, heerlijke tomatentjes. Ziet er echt heerlijk uit allemaal. Is er eentje wakker? Hey. Hi. Zo schattig. Hi.
Ze weten het gewoon van je. Echt steeds leuker, hè? Doet ze het ook goed, hè? Ja. Hey, daar is mijn meisje. Daar is mijn meisje. Kijk eens wat we voor lekkers hebben, jongens. Lekker groot stuk vlees. En er komen zo nog lekker groentes aan. Bel heeft net lekker een flesje gehad. Ja. Voor Bel een flesje, voor ons een stukje vlees. Nou, wat voor stukje? Een heel groot stuk. Oh. Maar je krijgt hier gewoon een ijsje, die van mij is al op, bij je rekening. Een soft ijsje. Top. Met appel en karamel. Nou, niets te doen. Echt niet te doen. Ons meisje heeft alweer lekker gegeten. En is verschoond en alles. En dat allemaal bij Ronblauw Gastrobar, hè? Ja. En gewoon binnen op de bank verschoond. Ja, wat lief hier, hè? Echt heel leuk hier. En heel aardig personeel. Plus de koffie is ook mega lekker. En het eten ook allemaal, hè? Koffie is echt mega lekker. Dit ook. Er stonden net kaarsjes op de dessertkaart. Dus ik baal dat ik een hoofdgerecht had genomen, want anders had ik kaarsjes genomen. Nou, we zijn inmiddels weer beland bij Spa Cijfer. Zo, we gaan lekker een massage in zometeen. Uiteindelijk ben ik nu net gemasseerd. En zitten we nu op het terras om de hoek bij een restaurant. En daar moet zo voor zijn massage. Dus we hebben hier even tussendoor een koffietje gedaan. Dus we hebben hier even lekker een koffietje gedaan. Dit is echt om de hoek bij Spa Zuiver. Ja. Het is om de hoek bij Spa Zuiver. Ik ben net geweest. Misschien kun je het een beetje zien in mijn hoofd. Maar het is echt heerlijk. En ik zit helemaal vast hier in mijn nek. En het is nu weg. En ook onder in mijn rug. Dus Dani gaat zo. Maar perfect goede tijding. Zo met een baby. Tussendoor gewoon even een koffietje doen. Ergens een beetje wandelen. En dan gaat hij nu weer. En dan zijn we alweer klaar. Dan gaan we thuis weer een hapje geven aan Bel. En dat gaan we zeker even filmen voor jullie. Daar wilde even met haar knuffelen. Zit er een beetje binnen. We zijn lekker in Spa Cijfer op papa. Je bent heel veel aan het kletsen. Lekker bij de open haard. Papa aan het wachten. Zo is het helemaal prima. Wij op de bank. Ik heb me net verschoond hier. En dan gaan we gewoon even gezellig kletsen tot papa terug is. Ja. Nou jongens, het is 9:45. Ik ben nog even snel naar de McDonald's. Samen met mijn broertje. Want die vrouwen wonen heel graag McDonald's eten. Dat was het. Ja, dan gaan we er even snel heen. Nou. Heb je het al uitgelegd? Van een lekker chic diner naar McDonald's. Oh, wel heel lekker. Wat hebben jullie genomen? Niks. Hey Daan. Jullie zijn voor jullie. Ja, dan. Wat heb je genomen? Nee, ik maak geen grap. Wat heb je genomen? McFlurry. En wat nog meer? Niks? Ja. Echt niet? Allemaal voor jullie. En jij, Huub? Allemaal voor jullie. Oh, ik zie al mijn kroketje. Dat hebben wij niet besteld. Nee, hoor. Voor je met kroket heb ik besteld. Dit is quarter pounder zonder achterlijk en uit. Voor me. Oké. Want dan is hij lekker vers. En I don't love augurk en ui. Niet bij hun dan, in ieder geval. Lekker. Sam heeft een hamburger. En Ruup heeft... Wat heb jij nou, Ruup? McChicken en chicken. En sauce. Hele goedemorgen. Ik begin vandaag, het is vandaag woensdag, met iets te
ontdooien voor Bel, wortel. En het lijkt net op een eidooier. Ziet er heel grappig uit. Nou, ik ga dit nu in de magnetron doen. Want ik ga Bel een hapje geven. Hey, lieve schatje. Zit jij klaar voor je hapje? Oh, mijn lieverd. Ik ga even jouw hapje pakken. Dit is trouwens super makkelijk, zo'n rubberen stoel. Die zet je gewoon op tafel. Soms moet ik dat konijn nog een beetje ertussen doen, zodat ze niet te veel naar voren leunt. Maar deze stoel die mag je vanaf 4 maanden gebruiken. Ja! Kijk, ze gaat heel erg naar voren. Maar ze zoekt er... Speny, kijk eens hier. Wat wil je pakken? Deze? Wil je dit aanraken? Ik heb haar hapje inmiddels klaar. Oh, het is wel... Nou ja, wat minder geworden dan dat ik dacht. En ik moet even wachten tot het niet meer zo heet is. Maar op zich maakt het niet uit, want het is toch een oefenhapje. Ik ga het zo even filmen voor jullie. Kijk eens hoe lekker jij zit. Oh, zo schattig. Chappie die denkt dat hij eten krijgt. Maar dat is niet zo, dit is voor Bel. Ja. Dat is voor jou, hè? Kijk. Oh, dit is lekker. Of toch niet? Kom eens, mama doet het konijn weer even goed ertussen. Zo zit je wat lekkerder. Kijk eens. Nog een keer proberen. Gelukkig moet mama je nog mooi aankleden en je haartjes doen. Oh. Goed zo. Goed zo. Slik maar door. Oh, dat is nog een beetje moeilijk, hè? Ik heb nu wortel eruit gehaald. Oh. En het is gewoon echt aan het oefenen. Het is zo schattig om te zien. Ah. Dit is wel heel lekker, Bel. Ja, goed zo. Oh. Mama, die is niet zo goed voorbereid deze ochtend. Ik jou even een slabbertje om moeten doen. Zo, gaan we nog een keer proberen. Hier. Oeh. Nou, dat is niet echt een succes, hè, liefje? Niet echt een succes. Nou, dat was niet echt een succes. Nee, hè? We gaan nu even lekker een triptapstoel voor jou halen. En ik ga jou lekker even verschonen en iets anders aandoen. Ja, jij wil alleen maar naar voren, dus we gaan nu een triptapstoel voor jou kopen. Dat is het enige wat we nog nodig hadden. Ja. Gaan we dat even doen? Ja. Want ondanks dat jouw nekje heel goed is al... Wil je alleen maar naar voren en dat is ook niet zo fijn. Ik ben natuurlijk al blij dat ze niet naar achter gaat. Dat mag natuurlijk niet in zo'n stoeltje. Maar naar voren is ook niet fijn. Nee. Kijk, hier gaat ze weer. Huppakeetje. Huppakeetje. We gaan jou lekker omkleden en mooi maken. En dan gaat mama zich even aankleden en mooi maken. We gaan het dorp in. We gaan even lekker wat eten met je drietjes. En daarna gaan we. Even kijken. Daarna gaan we de honden ophalen. Gaan we ze even uitlaten, nog goed. En dan. Gaan we weer weg. Dus we gaan die hondjes even goed uitlaten. En dus, ik ben nu de hele ochtend al met ze geweest hoor. Dus die zitten straks maar iets van 4 uurtjes alleen. Valt wel mee. Nou, we gaan even een terrasje opzoeken. Waar we lekker gaan eten. En ik denk niet dat we nog tijd hebben om een triptapstoel te kopen vandaag. Maar dat doen we dan morgen of overmorgen wel even. Zo, goedemorgen allemaal. Even vanuit de auto. Ik ben bijna bij de winkel, parkeerplaats. Bij Bravour. En we hebben gisteren niet meer gevlogd. Nadat wij wat gingen lunchen.
in het dorp. Het kan er eigenlijk niet zo van. En soms is het natuurlijk ook niet chill om elke keer te vloggen als je ook een baby hebt en hondjes bij hebt. Maar dat snappen jullie vast wel. Ik ben nu in ieder geval bijna bij de winkel. En ik heb Chappotje mee. Die is gezellig weer met mij mee. En Kamba is weer gezellig met Daan. Met zijn papa dag vandaag. Daan ging nu bij Jim ontbijten. Met Jim thuis. Ging hij lekker eitjes maken met spek en dingetjes. En hebben ze allebei een papa dag. Dus dat is super gezellig. En ik ga werken. Wat ik nu eerst heb is een afspraak. Meteen om 10 uur met Lulifama. Badkleding inkopen. Voor volgend jaar zomer alweer. Dat gaat hartstikke snel. Maar ik heb er heel veel zin in. Want het is echt wel een van de mooiste merken die wij in huis hebben. En ja, ik vind het zelf ook heel mooi. Daarvoor ben ik het natuurlijk ook gaan verkopen. Maar als je zelf ergens achter staat, dan verkoop je het al helemaal. Zo. En daar ben ik dus heel blij mee. En ik ga nu gewoon eens een keer voor de verandering alles voor mezelf openstellen. Wat ik mooi vind. Want elke keer wil ik het. Oh, hey liefie. Nou, onze wasmachine is kapot trouwens. Daan belde daar net voor, want we hebben dus nu 5 zakken, vuilniszakken. Niet allemaal helemaal bomvol, maar een beetje half vol voor allemaal wasjes. En ik mag het gelukkig bij onze, bij Daans moeder brengen een paar. En bij onze hulp die ons helpt met het huishouden. En daar ben ik wel echt blij mee, want daar lopen we dus een beetje mee achter. Maar de monteur van Samsung komt pas volgende week. En nou ja, zo zie je maar dat je in een week toch wel heel veel wasjes hebt, ook met een baby. En als hij kapot is, dat is niet zo chill. Even kijken, waar was ik? Maar ik ga dus alles voor mezelf bestellen. Het is even laat. Van Lulifama wat ik mooi vind voor de verandering. Want elke keer als ik het wil kopen, of wil kopen als ik het wil nemen zelf uit de winkel, dan is het gewoon al weg. En grote maten verkopen echt het beste bij dat bikini merk, omdat ze zulke mooie cups hebben. Dus ik ga nu gewoon ook alles voor mezelf bestellen wat ik mooi vind. Hé, Chappie, gaan we naar de winkel. Hij is helemaal blij dat hij met mij mee mag. Echt zo schattig. Zo, gisteravond waren we met vrienden in Purmerend eten trouwens. Ik heb niet gevlogd, maar het was zo leuk. En het was echt heel gezellig. Wat een leuk plein. Ik was nog nooit in Purmerend geweest. En nou ja, voor het eerst nu gisteren. Het was heel lekker weer. Hé, hey, hoe heet het? Skip dit. Oh, dat ben ik erg. Ik ben helemaal in vol energie, als je het merkt. Maar we waren dus bij Purmerend. Bij een superleuk pleintje. Het Koeplein. Koemarkt, bedoel ik. En we hebben gegeten bij... Hoe heette die ook weer? Oh ja, bij Brasa. En, maar ik vond heel veel leuke tentjes daar. Dus ik denk dat ik daar wel vaker naartoe ga. Ga je mee, liefie? De winkel kan ik vanaf hier al zien. De meiden hebben al lekker geopend. Wordt buiten gezet. Ik heb helemaal zin in vandaag. Het wordt een hele lange dag. Want ik moet ook koopavond werken. En dat is wel heel lang geleden. Dus ja, van 10 tot 9. Dat is best wel lang. Ik ben ook benieuwd wat het doet, koopavond. En morgen gaat Daan werken, dus kan ik even mijn rust pakken, want dan moet ik zaterdag weer. En dan zondag zijn we samen vrij en dan gaan we zwemmen met die kleintjes, met Abby, Jim en Chris. Ook wel heel leuk. En ik ga morgen denk ik lekker naar mijn ouders een dagje. Lekker daar eten. En waarschijnlijk zijn mijn zus er dan ook wel. Deze hond doet zo lang over poepen. Nog niet te doen. Kom eens hier, man. Kom eens hier. Nou, het is dus geen poepen. Dat dacht ik. Kom maar, we gaan naar de overkant. Kom maar. Soms vindt hij het dan gewoon fijn om overal te plassen zijn territorium af te waken, hè? Het is jouw straat natuurlijk, dit. Goedemorgen. Kom. Het is super mooi weer. En ik zal kijken wat ik kan vloggen zometeen. Ik weet niet of ik nieuwe collectie van Lulifama mag vloggen. Geen idee. Maar we zijn er in ieder geval. Morning! Ik mag van City mag ik vloggen. Het even op voor. Ja, is toch helemaal goed. Ik ben eenmaal in de winkel aangekomen. Robje is er. Jeroen is er.
En we gaan Lilifama inkopen. Helemaal leuk. Ik zie nu al echt veel te veel. Oh, sorry. Ik ben helemaal enthousiast. Wat leuk dit ook. Met goud en zwart. Ja. En dat is helemaal mijn ding. Dat leur ik zo. Maar ik zie nu echt alleen maar leuks gewoon. Ik heb ook van alle samples dit seizoen. Oh. Je hebt alle samples binnen. Dus het is niet, dat heb ik nog nooit gehad. Nee, dus je kan echt alles laten zien, bedoel je? Ik kan alles laten zien. Ja, en vaak... Oh, die mouwtjes. Ik weet wat ik doe. Wij worden gewoon helemaal gek. Wat vind je leuk, Rob? Dat gouden. Ja. Heel mooi, een beetje kantachtig. Leuk, maar dit is ook dit heel... Dit vind ik ook heel leuk, ja. Oh, wil jij maar eens uitpakken? Ik kom ook echt zo deze is ook vol met energie binnen. Ja, dat wordt de beste. Dit is heel leuk. Ja, dat ik denk... Dat denk deze ik ook. Deze is op de huid ook, moest kijken, met het goud. Ja. Ja. Maar dat is ook altijd met badkleding, hè. Je moet het echt aanzien. Want hoe feller, hoe leuker eigenlijk. In München. Oh ja. Ik ben op de beurs geweest. Mijn dochter was model dit jaar voor de eerste keer mee geweest. Wat leuk. Is fijn. Ja, super mooi. Ik geef daar nu wat meer druk op. Ja. Want ik laat dit nu... Joos is er al 9 maanden mee bezig. Mm. En ik stuur dit deze week al naar Turkije. En ik laat het gewoon een sample maken. Mooi. Dan, ja, dat luur ik. Ja, zo. Dit is toch einde. Ja, dit is te gek. Jij wordt wel helemaal gek. Wanneer gaan jullie uitleven? In januari gewoon? Nou, ik heb gisteren Amerika gesproken. We kunnen al... Als er een serie op .com staat... Ja. Kan ik hem eigenlijk wel december al wel krijgen. Oké. Klaar met inkopen. Ik heb de gekke collectie ingekocht. Dus als je op zoek bent naar een bikini of badpak volgend jaar. Omdat we dan eindelijk weer, hoop ik, normaal vakantie kunnen gaan. Dan moet je hierheen komen naar mij. Ik heb alles ook voor mezelf besteld. Deze stijl. En dit lurek. Zwart met goud natuurlijk. Maar ook deze. En ik ben helemaal happy. Nou, ik heb er weer een werkdag op zitten. Het is nu inmiddels alweer... 4:45 en ik zit nu boven, want ik ga nu de bestanden even doorsturen naar Stijn, zodat de vlog zaterdag online komt. Ik hoop dat jullie deze weer leuk vonden. Rob die is lekker druk met de webshop achter op de achtergrond. En nou ja, goed, ik zie jullie volgende week weer. Het was een beetje een van alles wat vlog, zoals altijd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Duimpje omhoog, abonneer en ik zie jullie volgende week weer.